Maar voordat we gaan beginnen, geef een duimpje omhoog en we gaan voor de 30. Ja, we gaan voor de 30.000. Dikke duim omhoog. Dus klik op die duimpje. Laten we snel beginnen. Grapje 1. Deze grap is heel makkelijk, maar ook heel erg leuk. Ja, want hoog van de afstandsbediening. De batterijen eruit. Zups. Zo. Het klepje er weer op. En nu wachten totdat iemand televisie gaat kijken. A few moments later. Even lekker tv kijken. De tv doet het niet. Hé hey jongens, hebben jullie dat ook? De tv doet het niet. Wil je even lekker tv kijken? Doet de tv het niet? Kom op nou zeg. Nou, de stekker die zit er gewoon in. Hoe kan dat nou? Wie heeft die batterij eruit gehaald? Deze grap is echt heel erg grappig. Wat heb je nodig? Tandpasta, een mes, een bord, maar een Oreo's. Hoe ga je doen? Je snijdt als eerste de Oreo even door midden. Zo. En dan snij ik de vulling er even af. Zo. Vulling eraf. Doei, vulling. Zo. En dan doe je tandpasta op. Dan ga ik hem lekker duwen. Lijkt net echt gewoon popcorn. Deze is niet, dit keer niet voor papa, maar voor mama. Mama, wil je even een Oreo koekje? Oh, ja, lekker, dankjewel. Heerlijk. Doei. Oh, wat zit erin? Wat is dit? Dit is geen Oreo. Supergrap! Wat heb je nodig? Eetbare kleurstof en melk! Wat doe je? Je maakt de melk open. Oh, ik maak hem even open. En dan doe je kleurstof in. Blauwe kleurstof. Je doet de kleurstof in de melk. Dan krijgt hij een superleuk kleurtje. Zo. Zo. En nu wachten tot iemand blauwe melk gaat drinken. Hoepla! Doei. A few moments later. Zo, even dorst. Oh, lekker, een glaasje melk. Wat is dit nou? Hoe kan dat nou? Saar, zou je misschien een bakje koffie voor mij willen halen? Ja hoor. Dankjewel. Dit is een heel leuk grap. Wat heb je nodig? Een bekertje. Koffie en zout en peper. We maken een bakje koffie met zout en peper. Lekker hè? Nou, ik denk dat papa gaat genieten. Nou, de koffie is klaar. Kijk, een heerlijk bakje koffie. En nu doe ik er zout en peper in. Eerst zout. Zo. En dan peper. Hoepla. En dan een lepeltje pakken. En even goed. Koffie voor je gemaakt. Oh, wat super lief man. Dankjewel hè. Je bent geweldig. Oh, Saar! Zout en peper! Deze grap is super leuk, maar ook een beetje spannend. Laat iemand schrikken met een nepdier. Kijk, ik heb een slang. Als je een ander eng nepdier hebt, kan je dat dier doen. Als je geen slang hebt. Maar wij doen een slang. Ik ga nu de slang verstoppen. En nu ga ik mama roepen. Mama! Mama! Ja? Ik ben Flappy kwijt. Waar heb je hem gelaten dan? Ik heb je hem hier op de bank gehad? Waar is Flappy dan? Super gaaf.
gaan. Als iemand slaapt, doe je slagroom op zijn hand. Dan kriebel je hem onder zijn neus. Zo. En dan slaat hij zijn hand op. Omdat hij denkt, ah, oh, er zit een vliegje op mijn neus. En er zit allemaal scheurschuim op zijn hoofd. A few moments later. Wat? Janna! Janna! Een hele leuke grap. Je hebt visstrap nodig, een schaar en een portemonneetje. Jij gaat met de visstraat. Wel heel lang visstraat moet je hebben, want uiteindelijk ga je dit weer aanknopen en dan kan je het zeg maar zo wegtrekken als iemand het net wil pakken. Dus dat doe ik ongeveer, nou, precies genoeg, ik denk zoiets. En dan ga ik het er nu aanknopen. Je moet het natuurlijk niet in een felle kleur doen, want als je het bijvoorbeeld knalroze doet, dan ziet iemand gelijk, hey, daar staat, er zit een draadje aan. Dus je moet wel met doorzichtig touwtje doen. Zo, dat gaan we proberen. Ach, daar komt ie. Hé, hey, portemonnee. Huh? Ondeugde. De volgende grap. Ik ga Janna laten schrikken omdat ik met kussens, ik heb heel veel kussens, kijk, ja, ik ga Janna dan laten schrikken en ik hoop dat ze dan voor mij gaat zitten en dan ga ik haar heel hard laten schrikken en dan hopen dat ze bang is. We beginnen wel met een beetje inbouwen. Ik ga hier nu. Doe ik hier zo nog een kussen en nu wachten tot er iemand komt. A few moments later. Deze grap is super leuk, want wat heb je nodig? Ketchup, rode stift, lijm, één satéprikker, want deze knip je knip je door en heb je twee halve. En je hand. En je hebt je hand nodig. Wat je doet is, je pakt een prits. Het moet wel echt prits zijn, want anders krijg je het niet uit. Dan ga je een beetje lijm op het satéprikstukje doen. Zo ongeveer. Dan probeer je het een beetje op jouw hand te plakken. Kijk, zo, hij staat al een beetje. Kijk, dan plak je hem een beetje zo. En dan... Ik heb een ding. En dan, om het nog een beetje echter te lijken, heb je de halve nodig. En die doe je dan aan de bovenkant. Dus nu ga ik weer even erin dippen. Kijk, dan heb je dit. Kijk, heb ik ook. Het zit een beetje schuin. Om het nog echter te maken, maak ik een bloedjes ketchup. Dus een beetje. Een beetje heel veel. Ja. Zoals bloed. Oh, dit dan. Kijk. Het was zo uit. Beweegt wel een beetje. En nu gaan we mama roepen. Mama, er zit een satéprikker in mijn hand. Oh, in mijn hand. Is het echt? Laat kijken. Oh, verschrikkelijk. We hebben verband nodig. Oh, het zit helemaal eroverheen. Oh.
een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Onder deze video. Doei!